laten hangen in de garderobe. Daarnaast is het mogelijk om in de hal je registratiebalie te plaatsen. We gebruiken hiervoor aparte balieblokken, maar je kunt ook onze eigen garderobebalie daarvoor gebruiken. Het mooie aan deze balie is dat je hem kunt branden in jouw huisstijl. We staan hier op het plein, een van de grootste foyers van Spant, die je perfect kunt inzetten als pauze- en cateringruimte. Maar deze mooie industriële zaal is niet alleen maar te gebruiken voor je ontvangsten, je lunches en je diners, maar je kunt hem ook nog inzetten als beursvloer. We hebben hier de mogelijkheid om tot wel 24 stands te kunnen plaatsen. Heb je meer standhouders? Ook dat kan, want we hebben namelijk nog een paar mooie foyers in Spant die nog meer ruimte daarvoor kunnen bieden. Deze prachtige zaal, het plein, is geschikt tot 500 personen. Maar met de uitbreiding van podium 5 tot en met 7 die hier aan grenzen, kun je nog veel meer ruimte creëren. Zaal zien, dat is podium 1. We hebben in totaal 6 ingangen naar deze zaal toe en ik sta nu op de begane grond. Omdat we per verdieping de entree en foyers hebben, kunnen onze bezoekers genieten van een hapje en drankje tijdens de pauzemomenten. En dit terwijl ze genieten van de mooie foyers. Laten we de zaal in gaan. Welkom in podium 1. Dit is een mooie en ruime theaterzaal voor verschillende bijeenkomsten zoals congressen, seminars, presentaties of een dinner on stage. Maar natuurlijk hebben wij ook onze theaterprogrammering hier. De Spant is niet alleen maar gespecialiseerd in het samenwerken met partners die zakelijke bijeenkomsten organiseren, maar ook voor lokaal talent en andere creatievelingen. Zo kunnen wij ons doel om live te ontmoeten ook vertalen naar de cultuursector en lokaal. Wij hechten namelijk ontzettend veel waarde aan samen zijn, netwerken, plezier hebben en ontmoeten. Podium 1 is er plaats voor 780 bezoekers, maar het is ook mogelijk om een tribune te bouwen op het podium, waardoor hier 1100 bezoekers plaats kunnen nemen. We hebben dus de mogelijkheid om creatief om te gaan met de opstelling in deze zaal. Zoals je ziet achter mij is het hart van het podium leeggehaald en hebben we in samenwerking met Delight Event Stylisten uit Aalsmeer een mooie alternatieve opstelling gecreëerd. Het aantal bezoekers dat in deze zaal kan zitten op 1,5 meter afstand is afhankelijk van de soort bijeenkomst, wat het programma is en waarom dit evenement georganiseerd wordt. Per aanvraag of evenement kijkt ons team samen met onze relatie naar wat het beste past en welke oplossingen goed zijn voor de doelstellingen van het evenement. Er wordt gezorgd voor een heldere indeling, routing en stoelenplan, zodat elke bezoeker 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. Ik merk dat er heel erg veel mensen geïnteresseerd zijn in het organiseren van hybride evenementen. Dit is natuurlijk een superleuke en creatieve oplossing om alsnog een maximaal bereik te behalen voor jouw evenement. Op deze manier is iedereen alsnog met elkaar verbonden, kan je vergaderen en is er interactie. Ben jij geïnteresseerd in het organiseren van zo'n evenement? Neem dan vooral contact met ons op. En ik ben ook super benieuwd naar wat de voordelen voor jou hiervoor zijn.
mij is de organisatiebalie. En links van mij is eigenlijk de weg naar podium 2, de theaterzaal. En we gaan nu naar foyer 3. Welkom in foyer 3. Dit is de ontvangstruimte voorafgaand aan de plenaire bijeenkomst. De ruimte podium 2. Dus hier word je ontvangen als gast en hier is de cateringruimte. Maar je kan hier ook bijvoorbeeld je bijeenkomst verdelen in kleinere groepjes. Dus zogenaamde kleine team-ups organiseren. En dat kan ook in de boardroom hiernaast. Deze ruimte beschikt over 3 vaste grote ledschermen die je met een laptop kan gebruiken. Graag podium 2 zien. Ga je mee? We komen dus net vanuit foyer 3 naar podium 2 toegelopen. Daar zijn we nu. Podium 2 telt 275 stoelen en is de kleine theaterzaal gespand. Ja, in deze zaal kun je bijvoorbeeld algemene ledenvergaderingen organiseren, masterclasses, seminars, maar bijvoorbeeld ook studiebijeenkomsten waarvoor je accreditatiepunten moet halen. Deze zaal is eigenlijk heel erg flexibel, dat zou je niet verwachten, maar wij kunnen de tribune binnen een mum van tijd inklappen. En we laten je dat even zien. Tadaa, de tribune is ingeklapt en met hulp van D-Light, onze eventstylisten uit Aalsmeer en onze eigen eventstylist Emiel Jansen, laten we hier een voorbeeld zien hoe we dat dus helemaal out of the box kan. Het is best wel ruim opgezet en mensen kunnen nu voldoende afstand van elkaar houden. De schermen zijn overigens van onze technische leverancier Ruwat geleverd. En ik ben zo benieuwd, wat zijn nou voor jou stakeholders het voordeel om elkaar weer live te ontmoeten? We staan nu op podium 9 en 10, een van onze subzalen. Kom, dan laat ik je de ruimte zien. Wat het pand verder zo uniek maakt, zijn de diverse ruimtes en zalen die wij hebben, die je naast jouw evenement kunt inzetten als subsessie of parallelsessie. Op dit moment staan we zoals aangegeven in podium 9 en podium 10. Je kunt deze zalen niet alleen maar afzonderlijk van elkaar gebruiken, maar ook koppelen, zodat je nog meer ruimte creëert. Op dit moment hebben we hier een mooie setting gecreëerd, rekening houdende met de 1,5 meter afstand. Op basis van jouw specifieke wensen kijken we heel graag met je mee in wat verder nog mogelijk is. Verder beschikken al onze ruimtes over voldoende daglicht, wifi en de diverse AV-middelen. Een van onze grotere subzalen. Deze zaal heeft naast heel veel lichtinval door de grote koepels op het dak altijd een wisselende kunstexpositie aan de wanden hangen. Zoals je nu kunt zien hangen er allemaal portretten van diverse artiesten die genomen zijn van shots vlak voordat ze op moesten. En dat maakt het natuurlijk ook heel erg bijzonder. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Hallo, daar ben ik.
weer. We zijn in podium 3. Dit is een mooie, flexibele ruimte waarbij het bijvoorbeeld mogelijk is een presentatie te houden waarbij het publiek in de theateropstelling zit. Het is ook mogelijk om podium 3 te koppelen aan foyer 1. Dit zorgt ervoor dat de bezoekers een prachtige doorlopende foyer hebben, waardoor ze kunnen genieten van een borrel, een diner of een receptie. Het leuke aan podium 3 is dat er achter mij ook een bar is. Maar laten we naar foyer 1 gaan. We staan nu op foyer 1. Dit is dus de eerste verdieping in Spant. Dit is trouwens ook een superleuke ruimte om je beursvloer uit te breiden. Dat heeft Marie-Louise net verteld toen ze op het plein stond. Herinner je dat nog?